Bij GGZ Oost-Brabant volgen alle hulpverleners de training suïcidepreventie. Dat gebeurt in kleine groepen, zodat er persoonlijk kan worden doorgepraat en vooral kan worden geoefend. Tijdens het eerste kennismakingsrondje blijkt meteen welke vragen ze hebben bij het bespreekbaar maken van suïcidaliteit. Ja, ik vind het wel vaak een moeilijk onderwerp. Mm-hmm. Want breng je mensen niet op ideeën bijvoorbeeld? Yeah. En heb ik dan niet aan toe bijgedragen aan die ideeën? Dus ja, ik vind het wel lastig. Nou, het is toch een hekel onderwerp. Hè? Ja. Het gaat over leven en dood. Ja. Dus ja, dat is altijd een beetje, god. En dan moet maar eens van, god, wil je nou echt dood? Ja. Dat is best ook iets wat ik soms lastig vind. Ja. Ik hoor heel vaak dat ze het heel spannend vinden om sowieso het onderwerp aan te snijden. Dat ze er ook ongemakkelijk van worden. Maar dat heeft meestal te maken met het feit dat het lastig is om dit onderwerp onder woorden te brengen. Om het heel concreet te zijn over wat er speelt bij iemand. En waardoor het voor een cliënt ook veel ongemakkelijker en onduidelijk kan worden. Terwijl als je zelf toegerust bent op wat je kan vragen en hoe je dat kan vragen. Dus door het oefenen daarvan merk je ook wel dat iemand gewoon beter en makkelijker uit zijn woorden kan komen. En dat kan ook wel vertrouwen geven. En dan ben jij cliënt? Dan ga ik aan de kant. Maar jij bent observator. Ik ben observator. Ja, kan ie? Ja. Oké. Okay. Hoi Sarah. Hoi. Wat is aan de hand? Ik zie het gewoon niet meer zitten, echt niet. Mm-hmm. Het speelt al best wel lang, maar vandaag is het wel heel erg. Mm-hmm. En als jij zegt, ik zie het niet meer zitten, hè? Wat bedoel je daarmee? Ik gewoon niet meer wil leven, echt niet. Mm-hmm. Maar hoeft het echt niet meer, ik kan gewoon niet. Je zit helemaal klem. Maar kun je er iets over vertellen? Want is er al, als je zegt van, ik wil niet meer leven? We hebben geprobeerd met deze training de medewerker meer vertrouwen te geven in het in gesprek gaan met de patiënt over het onderwerp suïcidaliteit. Daarnaast is het zo dat de patiënt ook het gevoel moet hebben dat het onderwerp besproken mag worden. Dat het niet iets is waar de hulpverlener voor wegloopt. Zodat suïcide niet meer de enige oplossing is die gezien wordt op dat moment. Dat ik jou begrijp. Dan zeg je van, goh, eigenlijk is het niet verstandig dat ik naar huis ga, want ik heb al die middelen thuis. Hè? Ja. Dus eigenlijk zeg je, ik vertrouw mezelf niet. Klopt. Mm-hmm. Oké, we gaan afronden. Hartstikke goed. Dan gaan we even na de spreking niet eens gegaan. Deze training die haakt er eigenlijk op in dat je vooral moet gaan doorvragen op die suïcidaliteit. En die ook als kern van een behandeling moet nemen om ervoor te zorgen dat je die klachten ook gewoon goed kan blijven behandelen. Sarah, hoe was het voor jou? Ik zat inderdaad ontzettend te worstelen. Maar de manier waarop jij vragen stelde, die bleef heel rustig. En ik vond dat je heel erg open vragen stelde, ook aan mij. Maakte dat ik me wel veilig voelde, in ieder geval op dit moment. Maar ja, goed, wat jij ook zei. Hulpverleners zijn opgeleid om te helpen, te behandelen, problemen aan te pakken. En als de patiënt zegt van ja, ik wil niet meer, ik wil dood, ja, dan lijkt er alsof er iets meer te behandelen is. En wat we willen bereiken met de training is dat als iemand zegt van ik wil dood, ik ben suïcidaal, dat het ook iets is wat bespreekbaar moet zijn. En waarvan je moet kijken van, is er een ingang om verder te kunnen behandelen. Nee. Hoi Sarah, bedankt voor het feit dat je hier bent gekomen. Mm. En de huisarts heeft mij gevraagd om een gesprek met jou aan te gaan. Omdat jouw moeder een brief had gevonden waarin jij een afscheid aankondigde. Klopt. Klopt dat? Ja. Ja. Want wat stond er in die brief dan? Nou, wat erin stond is dat ik het gewoon niet meer zie zitten, dat ik het niet meer trek, dat ik het gewoon niet meer kan, niet nog een keer. En dat het in ieder geval niet hun schuld is. Ik trek het gewoon niet meer, ik kan gewoon niet meer. Wat kan ik dan voor je doen? Jij, niks. Heb je dit al eerder gehad? Ja, ik heb het al eerder gehad. Ja, maar wat heeft je toen geholpen dan? Niks.
Kijk me eens aan. Ik wil even de dokter bellen. Vind je dat goed? Ga maar bellen. Is goed. Peter, hoe was het voor jou, het rollenspel? Ja, dat is moeilijk. Ja? Ja, weet je. Dan wil je je best doen en vervolgens wil ze niks. Ik kreeg geen contact met haar. Een hulpverlener neemt ook altijd zichzelf mee als mens in een gesprek. En ik denk dat het dat moeilijk maakt. Dat je in een gesprek met een cliënt die suïcidaal is, misschien ook wel bang bent voor wat er dan nog gaat komen. Of bang bent dat je het niet kunt oplossen. Of misschien überhaupt al vinden dat je het moet oplossen. En ik denk dat dat soort dingen je heel erg in de weg kunnen gaan staan om echt überhaupt het contact te maken met diegene tegenover je. Maar als het gaat over het echte allereerste contact, het aansluiten, het echt iemand willen horen in wat hij zegt, iemand willen zien in hoe hij zich voelt, dan zul je dat soort dingen eerst even weg moeten laten. Ja, in die training wordt het wel gezegd dat je niet mag helpen, maar ik merk wel steeds, elke keer als ik dan in zo'n situatie kom, dat het toch moeilijk is om niet te helpen. En eigenlijk kan dat niet. Op het moment dat je ook het zwarte, zeg maar even, mag laten zien, heb je ook weer ruimte voor mogelijk iets anders. Het kan niet zo zijn dat iemand je naar beneden vraagt, zeg maar. Dat gaat niet. Juist andersom. Als iemand er niet naar vraagt en het wordt ontkend en dan gaat een deur dicht en je mag er eigenlijk niet over praten en het mag eigenlijk niet zo zijn, dan ga je eigenlijk alleen maar verder de put in, zeg maar.